Het is de week van de mentale gezondheid. Ik ga langs verschillende In Holland locaties om te kijken wat In Holland aanbiedt voor studenten die ergens mee zitten. Ja, ik weet wel dat SSC, de decanen en zo, dat je daar gewoon terecht kan als student. Dus dat vind ik best wel goed. En ja, ook de workshops die ze geven. Ja, als ik mentale stress heb, dan kan ik altijd bij mijn mentor langs. Ze is ook vooral open, dus bij haar kan ik langs voor als ik studiestress heb of andere stress ervaar. Ja, ik weet, bij het SSC hebben we studentbuddies. En vorig jaar hadden wij er ook één. En die kwam wel eens langs bij ons in de klas om te praten over dingen die ons dwars zaten. Persoonlijke dingen, schooldingen. Maar soms deden we ook leuke dingen om gewoon aan wat anders te denken. En dat hielp ons allemaal heel erg. Bijvoorbeeld nu in de eerste heb je PO-coach. Daar kan je ook gewoon altijd naartoe komen mocht je issues, problemen hebben. Dat is helemaal prima. De hulpmiddelen die de hogeschool nu aan studenten aanbiedt op het gebied van mentale gezondheid is sowieso vanuit het Student Succes Centrum. Daar hebben ze vaak genoeg workshops, meetings waarbij ze met medestudenten, door medestudenten gemotiveerd worden. Ze helpen elkaar om een planning te maken qua school. Dat is echt van die mailtjes, bijvoorbeeld als je autisme hebt of ADHD of dyslexie of zo. Je hebt ook je SLB'er waar je altijd terecht kan. We hebben ook verschillende SLB-uren, dus als er wat is kan je vragen stellen. Maar je kan ook altijd langslopen, vragen of ze een plekje hebben. En je kan ook altijd je studentenbuddy opzoeken om te kijken of zij je ergens mee kunnen helpen als je het niet bij je SLB'er durft. De SSC en het decaan. Je kan altijd met iemand praten van het SSC als je iets ergens mee zit. Ze hebben altijd wel iets waarmee ze je kunnen helpen of iemand waarmee ze je kunnen linken of connecten zodat je je probleem sneller opgelost krijgt. Dus dat is wel wat ze te bieden hebben. SSC heeft dan ook bijvoorbeeld een onderdeel SU-Holland. Dat zijn voornamelijk voor studenten bij de In Holland opleiding die vanuit Suriname komen om hier te studeren. Dat helpt ook wel, want als je pas hier komt, dan weet je echt niet waar je aan toe bent. En alles is nieuw, nieuwe community, nieuwe omgeving, cultuur, alles verandert. Het is een shock. En SU-Holland helpt echt heel veel daarvoor. Ja, echt wel redelijk goed. Veel informatie over te vinden. Ook binnen de studenten horen we gewoon wat de beschikbare mogelijkheden zijn. Dus ik vind dat zeer goed geregeld. Ik vind het middelmatig, zou ik zeggen, dat de school zeg maar mentale gezondheid aanbiedt. De meeste studenten die lopen wel voorbij het Student Succescentrum, maar ze weten er ook niet veel over. En als je hulp nodig hebt, aarzel niet, schroom niet om hulp te vragen. Stap naar ze toe, want ze zijn er voor je. Ik zit zelf op de opleiding Social Work en daar leer je dus ook over gezondheidsproblemen. Dus in het algemene deel bij mij wel prima, maar echt gericht op de student vind ik het meevallen. Ik denk dat het best wel een goed idee zou zijn als we inderdaad wekelijk of maandelijks een bepaalde lessen krijgen over misschien voorlichting over mentale gezondheid of activiteiten die kunnen leiden naar misschien de ontwikkeling van mentale gezondheid. Er zijn in deze video veel hulpmiddelen benoemd waar je terecht kan. Weet als je ergens mee zit dat In Holland je altijd wil helpen.